Hallo, ik ben Anne, ik ben socioloog en ik werk voor de onderzoeksgroep IMEC Smit. En wij zijn een groep van interdisciplinaire sociale wetenschappers. En wij werken samen binnen IMEC met onze collega's, ingenieurs, computerwetenschappers die de nieuwste AI-technologieën onder andere aan het maken zijn. Als we het vandaag hebben over AI-technologie, dan is het belangrijk te weten dat die technologie gemaakt is door mensen en dat die gebruikt zal worden door mensen en dus ook invloed zal hebben op mensen in hun dagelijks leven. En dat die AI-technologie vaak alleen maar kan gemaakt worden met data die we gaan verzamelen over mensen of die mensen al vanzelf produceren. Nu, wat is dan toch het probleem met die technologie, waarom dat er zoveel mensen ook bezorgd over zijn? Dat gaat dan eigenlijk eerder over de mogelijke vooroordelen die in die technologie sluipen. Er is geen enkele technologie die niet een bepaalde keuze eigenlijk in zich vervat. Neem bijvoorbeeld een schaar, is klassiek gemaakt voor mensen die rechtshandig zijn. Zouden we pas later beginnen denken, misschien moeten we ook scharen maken voor mensen die linkshandig zijn. En hetzelfde is eigenlijk met AI. We gaan vaak de vooroordelen die erin zitten pas zien als we ze in praktijk gaan beginnen gebruiken. Nu, hoe kunnen we er dan iets aan doen op voorhand? Want we moeten niet wachten. Veel AI-systemen vandaag, zeker de machine learning systemen, die maken gebruik van trainingsdata. De data die we gebruiken eigenlijk om te voorspellen of dat iemand meer kans heeft op borstkanker of niet. Dus is de vraag in eerste instantie, gaat dat over statistische representatie van de bevolkingsgroep die we willen meenemen? Dus een eerste keuze bijvoorbeeld, ga ik dat alleen maar opbouwen met vrouwen? Mannen kunnen ook borstkanker hebben. Als in die trainingsdataset geen mannen opgenomen zijn, dan gaat dat ook nooit uitkomen als voorspelling voor een man dat hij een verhoogde kans heeft op borstkanker. Want hij gaat er al helemaal uitgefilterd worden. Dus daar op gedetailleerd niveau nadenken over wie heb ik mee opgenomen in mijn trainingsdataset, is een eerste stap om bias eigenlijk in die technologie te voorkomen. Een tweede stap is eigenlijk als de ontwerper of ontwikkelaar die algoritme gaat beginnen maken. Wat gaat men daarvoor gebruiken? Men gaat die trainingdata gebruiken en eigenlijk met allerlei statistische en andere technieken proberen te categoriseren op een of andere manier. En daar zijn verschillende modellen voor. Het is ook belangrijk, de keuze van het model bepaalt ook wat voor soort van uitkomst dat je hebt. Bijvoorbeeld te zorgen dat ik misschien een diagnose heb of een suggestie van diagnose voor borstkanker voor meer mensen die het misschien dan in opvolgonderzoeken dan misschien toch niet blijken te hebben, vinden we dat minder erg dan dat we een aantal gevallen misschien gaan missen, maar dan minder mensen eigenlijk bezorgd hebben gemaakt. Opnieuw, een ethisch vraagstuk, wat is belangrijker en wat moeten we er eigenlijk dan bij nemen en bij aanpassen in hoe dat we die technologie dan gaan gebruiken. En dat is het laatste deel, eens dat die technologie in gebruik is, gaan we natuurlijk ook vaststellen wat mogelijke bijeffecten zijn waar we niet over nagedacht hebben. Dus daar is het heel belangrijk dat we nooit denken dat die technologie objectief kan zijn. Hè. We moeten daar altijd gebruik van maken met een soort van bewustzijn. Hier zitten menselijke keuzes in en wij moeten hier nog zelf verder ethisch nadenken wat dat we een goed oordeel vinden of niet. Het kan ons eigenlijk helpen bij onze beslissing, maar niet gewoon de verantwoordelijkheid van de beslissing overnemen. En ik denk dat jullie dat zo meteen in de oefening misschien ook wel eens in praktijk zouden kunnen brengen. Veel succes!